Yo mensen, en welkom bij een nieuwe serie met me... Het is onbeleefd als ik eerst mezelf zeg. Ja, een beetje wel, ja. Een beetje wel. Ja, ik vind het jammer. Ik heb het gered met Milo en Raoul. Hey! Ja, precies. Hey, Milo. Hey. Wat zijn we hier precies allemaal aan het doen? We gaan vandaag toch een serie starten en wat gaan we lekker. We hebben vandaag draft bingo. Bingo? Maar ik had helemaal geen bingo. Hoe vaak gaan we dat horen? Dat we de grappenmakers van de bingo club zijn. Maar ik ben het ook echt. Dus wij zijn wel logisch. Oprecht ook echt de Nee, Hendrik Ido Ambacht. Berg ja, Ambacht. Niet Hendrik Ido Ambacht. Ja, dat, ik twijfel. Fuck Hendrik Ido. ik weet niet wie het is, maar Hendrik, fuck you. Hendrik, als je te kijken, klik weg. Ik wil jouw likes niet eens, viesbeuk. Ik wel, het is mijn kanaal. Okay. Blauw duimpje, Hendrik, van jou ook. Maar we gaan inderdaad FUTDRAF bingo doen. Volgens mij is het nog niet heel vaak precies op deze manier gedaan. We proberen in ieder geval niemand te kopiëren. Dus stel je wil daar een comment over achterlaten... Doe maar niet. Hashtag doe maar niet. Hey, het idee is simpel. Wij gaan de layout, die zien jullie nu, die zien jullie de hele tijd al. Dus wij hebben allemaal 9 vakjes. En die vakjes die moeten wij proberen, net als met bingo, te gaan afstempelen. Wanneer die komt in de FUTDRAFT. Maar dat vakje kan er alleen komen wanneer we ook echt daadwerkelijk die speler kiezen. Ja. Dus ik ben bijvoorbeeld op zoek naar een Interspeler. Milo, jij bent op zoek naar een Chelsea-speler. Uiteraard. We mogen die pas alleen afstempelen als ze ook echt die speler kiezen voor op de bank of in de basis FUTDRAFT-achtig iets. Ja. Zullen we even door al die 9 vakjes heen gaan? Ja, doe jij dat even? Doen. Ja, zal ik even gewoon... Nou, linksboven heb je al gehad, Inter-Chelsea. Precies. Vervolgens hebben we 3 keer dezelfde nationaliteit. Dat betekent dat we dus opeens zo'n draft slide, waarbij je dus 5 spelers krijgt, moet je 3 keer daarop dezelfde spelen. Dus bijvoorbeeld 3 keer Frans en dan moet je 1 van die 3 Franse spelers kiezen. Ja, precies. Dus dat moet een keer voorkomen gewoon. Ja. Nou, wat hebben we verder nog? We hebben verder nog de Team of the Tournament. Dat is die blauwe kaart. Nou, bij zichzelf, die moet je gewoon krijgen. En die ook in het teampje zetten. Moet maar net in je draft komen, inderdaad. Je moet een beetje geluk hebben, natuurlijk. Ja, dat zeker. Vervolgens 2 keer dezelfde club. Hier is het Barcelona-logo. Maar goed, welke club het is, maakt niet zoveel uit. Precies. Ik had Barcelona gedaan omdat altijd als je aan iemand vraagt die geen verstand heeft van voetbal. Voor welke club ben je? Zeggen ze altijd Barcelona. Eens. Dus, en Messi. Precies. Dat. Dat bij zichzelf dus, Legend heb je daar weer. Je hebt daar een Scream of een Movember kaart. Een van die twee moet je dus in het team zetten. Maakt niet uit welke. Team of the Year. Wat heb je? I Man of the Match. En dan natuurlijk David Luiz, Sergio Ramos. Die nee, inmiddels is een one-to-watch. En dat is niet zozeer een one-to-watch kaartje. One-to-watch maar het is een speler die een one-to-watch heeft. Oh, dus oeh. Stel je hebt Pogba, de normale. Die heeft een one-to-watch kaart. Dus als je hem kiest, dan heb je die ook. Want je kan niet daadwerkelijk volgens mij de one-to-watch in de draft krijgen. Als we dat allemaal in mijn hoofd weten, wie dan een one-to-watch hebben. Ja, dat moet je inderdaad uit je hoofd en je moet scherp blijven. Jongen. Mag ik even... Je kan het ook gewoon vragen. Mag ik even een cheatpagina erbij hebben? Mag ik even FUTDRAFT erbij tuurlijk. Tuurlijk. Ik hoop dat ik het weet over het algemeen. Maar, ik weet het totaal niet, dat kan ik je wel vertellen. Ja, precies. Nou, weet je, we gaan het meemaken. De kijkers die letten op en die kijken scherp mee. En die proberen ook alles in de gaten te houden. En ongetwijfeld, als we iets missen, dan gaan we uitgelachen worden. Dat weet precies. Je ook. Precies, er staat sociale druk op. Want we gaan nakken we door onze eigen kijkers. Ongetwijfeld gaat dat vast gebeuren. Maar hey, wij hebben iets leuks bedacht. Stel, jij wil dat iets gaat veranderen in die vakjes. Laat dan even een comment achter met iets dat Milo moet doen in zijn vakje voor de volgende aflevering. Iets dat ik moet doen in mijn vakje voor de volgende aflevering. En iets dat wij beide moeten doen. We hebben nu bijvoorbeeld al Chelsea Inter en Luiz Ramos. Ja. En dan allebei dingen. Dat zijn een beetje de standaard, die had je van tevoren ook al kunnen raden. Ja, precies. Dat is niet origineel als je die zegt. Dus die doen wij al voor je. Heb je ook een idee? Laat het achter in de comments. De topcomment voegen we toe. Krijgt een shout-out. Alles in één. Alles op en eraan. Precies. En ongetwijfeld is een leven heel veel bitches. dat kunnen wij, niet garanderen, maar... Er was ooit eens iemand die had een topcomment onder mijn video. En had hij zo'n screenshot van gemaakt. Ja. En die ging toen solliciteren voor een baan. Ja. En toen liet hij dat zien. En toen werd hij aangenomen. Ja, en sindsdien werkt hij bij de McDrive bij Vleuten. Ja, ongekend. Ja, echt. Dat is goed voor je carrière. Maar zullen we gewoon gaan beginnen? Een blauw duimpje mensen zou ik echt heel top vinden. De volgende aflevering komt op het kanaal van Milo te staan. Yes. Dat is een zekerheidje. Links daarvan... Links... Rechts! Ik kan mijn formatie al kiezen. We mogen het gewoon allemaal zelf doen. Ik ga de 3-4-2-1 doen. Dat is ongetwijfeld een hele goede opstelling. Voor goede spelers, goede wingers. Allemaal verschillende soorten kaartjes. En we gaan kijken wie wij als captain hebben. Heb jij je opstelling ook al gekozen? Ik moet even kijken natuurlijk wat de beste formatie is om die spelers te krijgen die ik pak. Ja, ik pak wel gewoon de 4-3-1-2, joh. Ah, ik heb al een puntje. Heb je al een puntje? Ik heb al een puntje bij de eerste. Ik niet volgens mij. Ik ga even kijken. Nee, ik heb al 2 puntjes. Echt, joh? Ja, ik heb Team of the Group Stage Messi. En in diezelfde slide heb ik Suarez, die dus ook bij Barcelona speelt. Dus ik heb ook letterlijk die Barcelona teken. Ja, heel kut. Jij gaat dan gewoon door naar je tweede speler? Oh, nee!
Ah, kut. Mm. Nee, ja, ik bedacht me net. Ik had ook Perisic en dat is een interspeler, maar die kan ik dus niet kiezen. Ja, maar jij hebt dan wel al bij je tweede speler, neem ik aan? Nee, nog niet. Ik heb alleen mijn eerste speler gehad. Maar dan kan je nog nooit twee punten hebben, want je moet het... Jawel, want die zijn natuurlijk in elkaar verweven. Ja, ja. Oh, ik dacht je moest kiezen aan een van de twee, maar Messi gaat gewoon over allebei heen. Ja, Messi is in group stage. Ja, en dat is een Barcelona-speler, hetzelfde als Suarez. Ja, bizar, man. Ja, lekker. En ik kon ook Perisic kiezen in vorm. Maar ja, dan heb ik die group stage niet. En die club spelen, want ik neem aan dat je van die club dan eentje moet kiezen. Ja. Ja, ja, oké. Okay. Ik heb nog helemaal niks. Ik heb een van mijn Alexis Sanchez. Leuk spelletje, maar ja. Ik ga door met mijn rechts buiten. Ik ga door met mijn andere spitsje. Kom maar door. Ik heb een Chelsea-speler. Ik heb team... Ja. Ik was ook een Inter-speler. Ik heb hier Team of the Tournament Antoine Griezmann. Nee, joh. Hotline. Oh, die is ook echt goed. Ik ga ook gewoon door met mijn spelers ondertussen, hoor. Ja, we gaan lekker door. Ja. Daar is Pirlootje, screenkaartje. CAM, wat hebben we hier te pakken? We hebben hier... Maar liever niks. Team of the Year! Oh, jongen, nee, dat weet je niet. Ja. Volgens mij heb ik al 4 puntjes. En ik kies nu een Chelsea-speler. Ik ben nu met mijn zesde bezig alweer. Oh! Ik heb nog steeds helemaal niks hier. Heb ik iets nog erbij? Team of the Year had ik al. Team of the Group Stage had ik ook al. Twee keer dezelfde nationaliteit, maar we hebben niks aan, hè? Ik kan een Hazard nemen. En ik had Muzonda, dus die hebben sowieso een hyperlink. Doe eens gek. Dat is echt heel biest. En Hazard is ook gewoon 93. Oh mijn god. Ik ging voor mijn vijfde spelen inmiddels al. Ik heb nog maar één puntje. Ik mijn zevende. Oh zo, ik moet even inhalen. Ik heb weer helemaal niks, hoor. Ja, ook nog een goede link. Ik heb ook nog 88 Mertens. Ik heb weer helemaal niks. Maar ik heb nog geen met de 3 nationaliteiten. Nee, ik heb wel een paar keer 2 gehad. Oké, ik moet Sergio Ramos hebben, want dat is gewoon... Dat is een must. Ja, ik heb echt helemaal niks. Het gaat helemaal mis, joh. Ik krijg echt helemaal niks. Nee, joh. Ik heb al de wereld Hummels, Mathieu. Oké, Mathieu vind ik prima. Oh, kom op nou, jongen. Ik krijg alleen maar Smalling en Terry. En Terry heeft nog een downgrade ook. Ja, maar heb je wel een keepertje. Ik had Chelsea moeten pakken, nee! Nee, heb je niet gepakt? Ik heb Terry niet gepakt. Kijk, het is allemaal nieuw voor mij, mensen. Ik vergeet ook heel erg na te denken bij die One to Watch. Ik heb het verneukt. Ja, die One to Watch had ik ook kunnen pakken, ja. Ik ook vergeten. Nee. Voor mij heb ik al zoveel gemist, hè. Mensen zijn dat echt flink aan het uitlachen. Kijk, ik ben ook aan het denken, als ik een special card zie, let ik erop. Maar ja, die want to watch, hoeven helemaal geen special cards te zijn. Nee, precies. Kom, nog een keer Terry. Ik heb wel een aantal goede spelers nu, hoor. Oh, ik heb 2 keer dezelfde club, ik heb 2 keer West Ham. Ik heb 3 nationaliteiten. Nee, joh. Ik heb Schneider, Lien, Coquelin en Sissoko. Yes. Ik heb hier Winston Reed, ik heb 2 keer West Ham. Oké, prima. Lallana, Herman, Danilo, Guilano, Kroon Daly. Guilano. Ja, Guilano heeft een one to watch. Ah, klote, ja, je hebt gelijk. Ja, dat weet ik ook, ja. Yes! Ik heb 3 nationaliteiten, 2 clubs heb ik al. Oh, Icardi, tuurlijk, Interspeler. Oh, nee, hè. Ik hoef alleen nog Ramos, dan heb ik ze volgens... Nee, Legend moet ik ook nog. Ja, oh... Ja. Oh! John Terry, nu pak ik hem en Gary Cahill. Gaan we even kijken wat we hier krijgen. Hier krijgen we Felipe Luis en Mats Hummels. Hey, Mats Hummels een one to watch? Mats Hummels is een one to watch? Ja, zeker. Pikken wij mee, one to watch pikken wij gewoon mee, strijders. Ik heb nog maar 2 spelers. Ik heb nog 2 spelers. Ik heb nog heel veel, ik loop flink achter. Oké, mijn laatste speler. Ik loop zo ver achter. Ik ga niet wachten met dingen aanpassen. Ik moet er nog 7. Tot jij klaar bent. Moet je er nog 7? Ja. Ik ga nog even door. Ja, ik heb volgens mij... Ik heb Ramos, heb ik niet. Oh. En ook geen Legend. Oh, we hebben hier... Oh, mijn Meltemers staat er niet op. Ik heb hier Baldé. Waarom zat hij daar nog niet op? Goed ideetje voor de comments, mensen. Kom op nou. Kom op. Ja, ik heb wel Inter-spelers hoor, maar daar heb ik helemaal niks aan. Nee, tegen Pirisic. Heel veel Chelsea-spelers. Aubameyang heb ik hier ook geen sterretje aan. Kom op nou, zeg, ik heb nog 2 spelers over. Kom aan nou. Even een Movember of een paar hele goede spelers op mijn bank zitten. Ik heb Sergio Ramos. Nee. Waarom krijg ik geen David Luiz? Diego Costa voor de chemistry, prima. Nog laatste speler, kom op. Norris. Oh ja, mijn is klaar al. Ik ben ook klaar. Ja, dit valt echt vies tegen dit. Oké, welke dingen had je allemaal? Ik heb afgevingerd. Een Chelsea speler. Ja. Een team of the tournament group stage ding. Ja. 2 clubs. Ja. En een one to watch. Ja joh. Ik heb er maar 4. Maar ja, ik ben flink genakt. Ik heb dus geen Legend, geen Scream of Movember, geen David Luiz, geen Team of the Year en geen 3 nationaliteiten. Ik heb een Inter-speler. Ja. Ik heb
ik had drie van dezelfde nationaliteit. Ja, ik had het team of the group stage. Ja. Ik had twee clubs. Legend had ik niet. Ik had een screenkaart. Team of the year. Een World to Watch speler. Geen Ramos. Dus ik heb 7 punten en jij 4. Ja, maar kijk, dus zo... Jij krijgt ook die scream en die team of the year. Dat is gewoon lullen. Dat is gewoon... Ja. Dat is gewoon echt skill. Daar moet je gewoon echt goed voor zijn. Oh, je bent joh. Hoeveel teamgeest heb jij? Ik pak helemaal niet teamgeest. Ik heb 100 teamgeest. Ja, ik ook. Teamies. Oké, dan hebben we dus 0 punten voor allebei. Ja. En wat is jouw rating dan? 87. Ah, jongen, ik heb 84. Ja, dan krijg ik daar ook 1 punt weliswaar maar voor. Maar ja. Jong, ja. 8 punten. Ja, nou, we zijn dus 8-4. Ja, 8-4 naar 1 afdeling. Ik sta nu flink. Al 4 punten achter. Dat is ook flink. Dat is echt een goede score. Ja, mag ik een goede score uit, joh. Maar kijk. Echt wel. 8 uit 12 is keurig. Ja, oké. Okay. Maar ik maak me er geen zorgen om, want ik weet dat ik de volgende aflevering... 8 uit 12, zeg ik nou 8 uit 11. 8 uit 11, ja. Ja, oké. Okay. Ja, nee. Yes, mensen! Nee, maar ik ga de volgende aflevering gewoon winnen, dat weet ik zeker. Die is te zien op Milo's kanaal, link daarvan staat in de beschrijving. Blauwduimpje zou we heel erg tof vinden. Ja. En mensen, doe even in de comments iets van Milo, een van de, een non-rare, en dan Raoul. Je bent net zo shit in dit als je bent in het voorspellen van wie is de mol. Dat ging flink mis, ja. Ja. Maar nee, maar dit jongens, dit komt goed. Ik ga de comic inzetten. Oké, mensen, je wordt bedankt voor het kijken. Nogmaals, check Milo's... kanaal uit. Ja, en de volgende aflevering gewoon. En dan checken we jullie later. Ciao. Joe.